Nou, zoals jullie misschien wel een beetje hebben gevolgd, gaat mijn revalidatie nog steeds supergoed. Ik heb vorige week een korte break gehad. Na al het harde werken is het soms ook even tijd voor een rustmomentje. Maar ik ga nog steeds elke week heel erg vooruit. Iets wat ik wel gehoopt had, maar eigenlijk niet had durven dromen. We bouwen alles supergoed op en ik ben heel erg blij met heel het team om me heen. De fysio's, de trainers, de sportartsen, daar ben ik echt heel blij mee. Nou, aankomende zondag heb ik mijn eerste kleine wedstrijdje, kogel en speer. Natuurlijk niet voor de volle 100%, maar ik ben heel erg blij dat ik toch mijn steentje kan bijdragen. Dat doe ik voor mijn club en voor mijn team. En de komende week heb ik nog een paar leuke dingen voor sponsors. Voor en met sponsors, leuke events. En ja, wil je nou op de hoogte blijven? Volg me social media. En wie weet tot de volgende keer. Dit is mijn oude basisschool. En dit is het schoolplein waar ik altijd met mijn vriendjes en vriendinnetjes speelde. Samen met mijn oude school, de Cruijff Foundation en de Atletiek Unie geven een clinic als aftrap van schoolplein 14. Een fantastisch initiatief en ik heb er zin in. Met het Schoolplein 14 project stimuleert de Johan Cruijff Foundation de kinderen om, ja, vooral tijdens de pauzes, veel samen te sporten en samen te spelen. En daardoor is het belangrijk dat het schoolplein wordt opgeknapt en dat het wat speelser en sportiever gemaakt wordt. Klaar, af! Nadine die gaat onze school promoten en die heeft een clinic gegeven aan de kinderen. En wij vinden het natuurlijk fantastisch dat zij zich hiervoor inzet. Heel goed! Nou, je kan heel veel bewegen en je wordt er ook lekker soepel en warm van. We zijn hier hoog aan het springen en aan het hardlopen en ver aan het springen en zo. Omdat het gewoon leuk is om sport te doen. We gaan een sponsorloop organiseren en we gaan projecten organiseren waar we geld mee gaan ophalen om dit project te kunnen realiseren. En via onderstaande link kunnen mensen meer informatie erover vinden of geld doneren. Nou, het was echt super om te zien hoeveel lol en plezier kinderen kunnen hebben in het sporten en bewegen. Laten we met z'n allen een fantastisch project van maken. Dus help lekker mee. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen lekker kunnen sporten op het speelplein. Ga naar onderstaande website voor meer informatie.